groep 5B, 6A en 6B van Elfhoekan in Schiedam, vanwege het coronavirus, hebben we niet les in het lokaal, maar via YouTube. Ik ga jullie een superleuke creatieve opdracht geven. Denk nog eens even terug aan de les die ging over het verleden en de toekomst. Toen hebben we het gehad over de vraag hoe ziet de wereld er over 200 jaar uit. Er werden toen heel veel robots genoemd. Stel je eens voor, jij leeft in het jaar 2220. Je bent net zo oud als nu. Je ligt op bed. Je schrikt van de wekker, richt je op, maar je voelt warm en klam. Je rilt en zweet. Je duwt 3 keer op de alarmknop naast je bed om je huisrobot te roepen. Zodra de huisrobot in je buurt is en je aankijkt, draait hij zich van schrik om en zoeft de kamer weer uit. Je begrijpt er niks van. Wat is er aan de hand? Je pakt het spiegeltje dat op je nachtkastje ligt, bekijkt jezelf in de spiegel. Wat? Wat is hier vannacht gebeurd? Het liefst zou je je ogen dicht doen, je hoofd terugleggen op je kussen en slapen. Maar dat kan niet. Er is iets wezenlijks veranderd. Schrijf een verhaal dat speelt in het jaar 2220. Op het moment dat jij ontwaakte, zoals ik net deed. Je hebt in de spiegel gekeken en je bent je rot geschrokken. Je snapt nu waarom deze robot van angst de kamer uitzoefde. Wat is er aan de hand? Hoe ga je dit oplossen? En kun je je huisrobot nog gebruiken om tot een oplossing te komen? Maak er een spannend verhaal van. Wat speelt in de toekomst? Misschien gebruik je veel techniek. Misschien komen er meer robots om je te helpen. Bedenk een leuke naam voor je huisrobot. Maak er echt een futuristisch verhaal van. En als je klaar bent met schrijven, dan teken je er natuurlijk iets bij. En daarna kun je via de link die hieronder staat nog verder. Je kunt je laten voorlezen. Want ik kan me voorstellen dat je na het schrijven zin hebt verhalen te horen, verhalen die anderen hebben geschreven. Op de link die hieronder staat, kun je allemaal boekenfilmpjes vinden. Je kiest er 3 uit, meer mag natuurlijk ook, en laat je lekker voorlezen. En wie weet ga jij, wanneer het leven weer gewoon is, wanneer je weer naar school kunt, wanneer je weer naar de bibliotheek kunt, misschien ga jij dan wel 1 van die boeken lezen die je op de filmpjes gezien hebt. Maar eerst, ik wens je heel veel succes met het afschrijven van het verhaal. Wat heb jij gezien in die spiegel? Hoe los je dat op? En hoe helpt jouw huisrobot je daarbij? Ik wens je heel veel creativiteit toe. En voor straks veel luisterplezier met de link hieronder.